Het is weer maandag en dan weet je het, het is tijd voor een nieuwe Indie Spotlight met een indie om in de spotlight te zetten. En net als vorige week met Don't Starve neemt Soraya deze keer een titel mee die al wat langer op de markt is, maar toch nog wat extra liefde verdient. Soraya, welke parel gaan we bespreken? En jij bent gelijk ook enthousiast, want iedereen weet over welke game we het hebben als Tom zo is. We hebben het over Stardew Valley, de multiplayer. Finally. Eindelijk. Het duurde ook echt maar anderhalf, bijna 2 jaar of zo geloof ik. Oh god. Stardew Valley heeft nu eindelijk multiplayer. Het draait momenteel as we speak in beta. En dan ook alleen op Steam en GOG, dus alleen maar de PC kant. Ja. Er is niks meer overgebleven van we gaan op de Nintendo Switch als eerste de multiplayer lanceren. Het is echt gewoon Steam geworden, want makkelijker. Absoluut, heerlijk. En je hoort mij echt niet klagen hoor. Nee. Echt niet. Nee, hoe moeten we de game zien? Sowieso, ik denk dat heel veel mensen al bekend zijn met Stardew Valley. Is Harvest Moon meets een soort van, iets meer indie-achtige parel. Ja. Maar hoe is de multiplayer nou? Hoe gaan we dat spelen? Oké, allereerst wat mij heel erg frustreerde. Dat was toen jij live ging. Het was de bed echt net een paar uur uit. En ik dacht echt, ik moet nu die multiplayer spelen. En toen zei jij, oh, maar ga ik het streamen, bla 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 bla. En ik denk dat echt 10 mensen super thirsty in die chat zaten. Tom, schiet op, top. Want ik begon singleplayer. En dan kun je uiteindelijk, moet je natuurlijk cabins bouwen voor je zeg maar de maatjes die je erbij kan nemen. Dus je hebt jezelf en dan kun je 3 cabins mogelijk bouwen, zodat je 3 mensen jouw game in kunt slingeren. Ja. Er is ook de optie om meteen met die cabins te beginnen, maar ik besloot singleplayer aan te vangen en dan dus die cabins te gaan bouwen. Dat gaat relatief snel als je weet waar je moet zijn. Dat was niet het geval in mijn stream. Nee, maar het is inderdaad, je start dus met die hutjes die je voor anderen moet maken. En anders dan ik had verwacht, zijn die hutjes echt super snel te maken. Zijn ook instant klaar. Dus dan gewoon een IKEA-huisje wat je koopt en hop, daar pleur je het neer. Maar dat is ook zo mooi, omdat het een soort van statement vanuit Concerned Ape, de ontwikkelaar, was. Zo van, oké, jullie hebben lang genoeg gewacht op überhaupt al deze multiplayer. Dus dan weet je al, de stappen die je moet zetten om uiteindelijk in multiplayer te belanden, zijn echt gewoon ingekort. Heerlijk, maar het is ook alsof ze weten, oké, je hebt gewoon je main farm. En je gaat echt een nieuwe game starten om de multiplayer. Want het is eigenlijk de singleplayer en daar kan je mensen in uitnodigen. Ja, maar het is dus wel zo dat de farm is van jullie allemaal. Dus het is niet zo dat mensen op bezoek komen in jouw farm. In wezen werkt het technisch gezien wel zo. Maar je deelt dus de pot met geld en je werkt samen aan het complete farm en overal rondom zeg maar het hele Stardew Valley. En dat heeft mij teleurgesteld. Hoezo? Had je liever gezien dat je zeg maar gewoon de wereld inkomt en weer uitgeslingerd wordt? Ik en had dan niks veel liever gehad als er een extra stukje land bij was gekomen. Zo, want er zit ook bruggenstuk aan de zijkant. En dat dacht ik, dat wordt het multiplayer gebeuren. Dat je inderdaad erbij komt in het spel. Dat ik vanuit mijn eigen poppetje, vanuit mijn eigen main farm naar jouw main farm kan gaan. Of op visite, weet ik veel. Voor mij wordt in het tentje daar even naast. Oh, dat je de werelden soort van aan elkaar linkt. Ja, op die manier. En dat dit wel mijn farm gewoon blijft. En dat ik naar jou toe kan. Een beetje net zoals Animal Crossing, dat idee. Ja, maar dat zou ik dus juist zeggen dat bij Stardew Valley leek het mij persoonlijk leuker om met z'n allen één farm te kunnen runnen. Dat voelt wel heel verbroederend of zo. Ja. Voor mij was het heel bevrijdend dat we ineens met z'n vieren op die stream nota bene, ineens met z'n vieren Stardew Valley aan het spelen waren. Nadat we dat 2 jaar lang zeg maar compleet solo die verslaving afgewerkt hebben. En nu ineens ben je samen de mijnen aan het verkennen. Of zeg je van, ik ga vandaag vissen, ga jij, weet ik veel, de planten water geven. En die wisselwerking vond ik heel tof. Ja, dat vind ik wel leuk, maar je deelt gewoon eigenlijk alles. En dat vind ik irritant. Weet je, sommige cutscenes moet iedereen nog een keertje doorlopen. Ja, okay, of iedereen ziet het wanneer het getriggerd wordt. Je deelt inderdaad je geld, waardoor ik inderdaad het moet vragen. Mag ik zaad kopen? Ja, jongens, mag ik zaad? Sorry, en normaal koop ik gewoon gelijk die tas. Maar daar is wel heel veel onzekerheid over. Omdat we werden allemaal die multiplayer ingeslingerd. Natuurlijk heel veel enthousiasme. En toen bleek inderdaad van, de pot met goud is gezamenlijk. Maar tegelijkertijd is het dus wel zo dat 1 iemand een hengel koopt van die gezamenlijke pot. Niet iedereen krijgt die hengel. Niet iedereen krijgt de rugzak upgrade. Het is logisch. Het is logisch maar en het zorgt ervoor dat je gaat specialiseren. Dat is wel gaaf. Tenminste, dat vond ik tof om op een gegeven moment te weten van, oh, hij heeft de goede hengel, dus hij is momenteel onze visser. En hij heeft de goede gieter, dus hij gaat water geven. Ja, maar dat vind ik juist, zeg maar, dat hele diversiteit in Stardew Valley. Dat ik inderdaad gewoon als regende die dag kon zeggen, oh, nu ga ik vissen of nu ga ik juist de mijn in. Dat ga je heel erg beperken. En dat vond ik wel gewoon irritant, dat je inderdaad moest overleggen of ik die tas zou kopen of niet. Oh my goodness. Ja, en is die wel voor ons allemaal of is het voor 1 persoon? Dat zijn de dingen die een beetje onduidelijk waren. Dat zit inderdaad nog te onduidelijk. En weet je, normaal heb je gewoon dat geld bij elkaar en dan koop je die tas, weet je. Bommen. Maar nu
moet je eigenlijk sparen tot je voor iedereen genoeg geld, dat je met al in één keer die tas kan kopen. Ja, maar tegelijkertijd verdien je natuurlijk wel weer meer geld, omdat je met 4 man aan een farm werkt in plaats van met 1. Absoluut. Of 2 of 3, whatever je wilt. En met z'n allen werken aan die farm, dat vind ik wel een leuk idee. Ja. Je kan inderdaad gewoon echt een mega farm maken, je kan veel meer gedaan krijgen. We hadden al op dag 3 al een veld met een rapen, dat je denkt van wat is dit nou weer? Dat is toch mooi? Ja, nee, dat is inderdaad wel mooi. Dat vind ik heel tof, maar het had ik liever op een manier gehad dat het geld verdeeld zou worden ofzo. Ja, nou ja, er is dus wel een mogelijkheid om te zeggen, ik wil de geld modifier aanpassen, dus je kunt het jezelf moeilijker maken, maar het kan niet makkelijker gemaakt worden. Nee. Dus wat wij speelden, hoe wij toen al tegen de financiële aspecten aanliepen, dat is het makkelijkste wat je krijgt. Dus dat is alsnog, het lijkt wel een beetje alsof de multiplayer voor de ervaren Stardew Valley speler bedoeld is. Absoluut, want wat ik dan wel gelijk, weet je, we gooiden onszelf natuurlijk in die multiplayer en we renden als kippen zonder kop rond en schreeuwen tegen elkaar. Maar ik zag echt al gebeuren dat je inderdaad van tevoren, voordat je je multiplayer opstart, met z'n allen inderdaad in het midden van die farm gaat staan en eerst even overleggen. Ja, wat gaan we doen? Je zou een gezamenlijke soort van kaart uit moeten kunnen stippelen van jongens, waar gaan we dit plaatsen? Maar dat gaan is we dit doen? Wanneer geweldig. Doen we... Dat gevoel heb ik niet meer gehad sinds The Sims. Dat ik inderdaad gewoon op school tijdens wiskunde ruispapier pakte en mijn eigen huisje ging uittekenen. WhatsApp groep aanmaken en allemaal tekeningen met elkaar delen van jongens, zullen we morgen dit gaan maar maken? Maar dat wil ik! Ja, dat is, wil ja. ik! Ja, het is wel tof dat Stardew Valley dat nu losmaakt. Dat is toch bizar? Ik bedoel, we zijn oud en dan krijg je dit gevoel. Kinderlijke gevoel. Kinderlijke glorie. Leuk. Ja. En dat is de kracht van Stardew Valley is gewoon overeind gebleven. Daar was ik ook een beetje bang. Ik denk, nu die multiplayer, weet je, het is zo'n ijzersterke game. Ja, het had na 1,5 jaar ook niet kunnen floppen, die multiplayer. Hij heeft er zo lang aan gewerkt. Maar ja, aan de andere kant 1 iemand. Ja, dat is wel weer zo. Dat krijg je met die gekke indie developers. Ja, dat is... Ik moet wel zeggen, indies krijgen steeds grotere teams wel. Maar gewoon deze nog steeds net 1 iemand. Wel met een goede uitgever erachter, Chucklefish. Ja. Wordt inmiddels ook wel een grotere in de indie-industrie. Maar die Concerned Ape, hoe die dan op Twitter heet, is eentje flikt hij dit dan gewoon? Ja, dat blijft bizar dat hij die game heeft gebouwd gewoon vanaf de grond af aan. Hij heeft zelfs notabene de muziek gecomponeerd. Ja. Echt Eric Barone, we love you, Concerned Ape, thanks voor dit. En nou ja, ik hoop vooral dat in de nabije toekomst de multiplayer nu ook uit beta gaat treden. En zo snel mogelijk ook, weet je wel, naar Nintendo Switch komt, naar de Xbox komt, naar notabene de PlayStation Vita versie die er binnenkort aankomt. Ja, dat is toch tof. Ja, sorry, ik kan niet anders dan blij. Weet je, natuurlijk, er zijn een aantal dingen in die beta nu dat ik denk, het is inderdaad onduidelijk. Wat deel je en wat niet? En het geluid issue wat je af en toe hebt, dat iemand aan het gras harken is en dat ik dat dan op het strand hoor, of als iemand aan het vissen is, dat ik die lijn over mijn hele scherm zie. Ja, er zitten wat bizarre bugs in, ja. Maar weet je, het stoort niet. Nee, het werkt wel goed genoeg om te kunnen zeggen, jongens, we gaan een avond spenderen erin. Dat is wel gebleken, denk ik. Ja hoor, avond, nacht en dan de dag daarna ook gewoon dat door. Ja, nou ja, ik heb het nu ook met mijn vriendinnen. We hebben een LAN-versie van ons farm aangemaakt, dus je kunt ook op lokaal netwerk samenspelen. Ik vind dat ook weer zo prettig dat er meteen in zit. Heerlijk, inderdaad. Wel een beetje klef, maar Het is heel klef. Hoe is Stardew Valley het klefste wat ik kon doen met mijn vriendin? In plaats van, oh schat, zullen we vanavond lekker Netflixen? Allemaal kaartjes. Stardew and chill. Stardew and chill. Make it happen. Well, you are making it. Ja, dat is gebleken. Hoe dan ook. We zijn heel erg benieuwd wat jullie denken van Stardew Valley. Ook vooral nu die de multiplayer erbij gaat krijgen. We hopen natuurlijk dat die snel uit beta komt. En dat de multiplayer ook naar alle platformen komt. Dat lees je natuurlijk uiteraard op gamersnet.nl. Waar we sowieso alles over Stardew Valley. Het nieuws, we zitten zo kort mogelijk op. Absoluut. En wat hoop je op met de multiplayer? Laat het ons weten. En thanks Soraya voor het aanschuiven van Stardew Valley. Voor mij de beste indie van de afgelopen 2 jaar. Ja, thanks Tom dat je inderdaad ons allen geïndoctrineerd hebt met deze prachtige game. Ik ben gewoon blij dat die game eindelijk een keer een videoreview heeft gekregen van ons. Jee, soort van preview in die spotlight. Tot volgende week. Nog.